Roland Vromans, uiteindelijk toch een linksback op tijd binnen? Ja, we hebben gelukkig vandaag met Jeroen Drost een jarige overeenkomst gesloten. Jeroen is al eerder bij ons op stage geweest. Is toen na 3 dagen hebben we gesprek gehad. Toen wilde hij voor de linkercentrale verdedigingspositie gaan. We hebben toen gezegd van oké, daar zoeken we niemand voor. Hij heeft heel snel voor zichzelf met zijn zaakwaarnemer gevonden dat de linksbackpositie waar hij ook gedebuteerd is in het betaalde voetbal, dat toch wel een positie is die op dit moment veel gevraagd wordt. Wat staat er nu nog op het verlanglijstje? Nou, zoals we al eerder aangegeven hebben, we zijn ook bezig in spits. Dat kan zowel links, rechts of centraal zijn. Het liefst iemand die daar en aan de zijkant kan spelen en centraal. Omdat we gewoon concurrentie voorin ook nodig hebben. Als je ambities hebt, dan moet je... iedere speler heeft de concurrentie nodig. Dus ook daar is concurrentie gewenst. Zo ook voor de keeper. Joost Terrel en Jordi van de Kracht hebben. En met 2 is te weinig. Ondanks dat Hidde Jurjes een talentvolle keeper is. Willen we die niet forceren door hem nu al voor de leeuwen te gooien. En continu misschien soms te overbelasten.